We hebben allemaal een manifestatievermogen meegekregen. Een machtig manifestatievermogen vanaf de eerste dag dat we geboren zijn. We hebben het vermogen om onze eigen realiteit vorm te geven. Om te manifesteren wat we verlangen. Dat vermogen hebben we binnenin ons. Het is net zoals een lamp van Aladdin, waarin die geest zit die al onze verlangens kan waarmaken. Hij kan tevoorschijn toveren als je wil. Wel, die lamp van Aladdin, hè, die hebben we allemaal in ons zitten. Een mooie kaartje heb ik onlangs van iemand gekregen. Supermooi. Nu, als we dit binnen in ons hebben zitten, waarom is het dan toch zo moeilijk om onze verlangens te manifesteren? Waarom duurt het vaak zo lang? Waarom blijven we vaak zo gefrustreerd en angstig afwachten? In een illusie van tekort en beperking zitten. Waarom? Wel, in mijn jarenlange praktijk als manifestatiecoach, ik heb ondertussen honderden sessies gegeven met mensen, merk ik dat er ja, veel redenen kunnen zijn, maar drie grote redenen zijn: ten eerste, angst. Angst om te falen. Angst om te slagen. Angst wat als het niet lukt. Angst om iets nieuws te avonturen. Angst om iets nieuws te beleven. Angst om uit onze comfortzone te geraken. Allerlei angsten onder al hun vormen. Ten tweede, de controle willen vasthouden. De hoe, de wat, de waar, de wanneer. We willen dat allemaal zo graag op voorhand weten. We willen allemaal graag vaak alle stapjes op voorhand uitstippelen. Onze rationele geest neemt het dan helemaal over. Maar dat is zo beperkend en dat, ja, dat dient ons niet. Dus we mogen veel meer in overgave gaan. Right? Dus een gebrek aan overgave. En ten derde, blijven functioneren en blijven willen manifesteren vanuit de oude versie van jezelf. De huidige versie van jezelf. Terwijl als je iets totaal anders wilt ervaren, iets dat je misschien nog nooit hebt beleefd, dan moet je eerst de nieuwe versie van jezelf worden die dat moois kan ontvangen en kan beleven. Right? Anders had je het al gehad. En bovendien gaan we dat moois, het resultaat, in de toekomst zetten. Dus ook een heel grote blokkade. Hè? Het is nodig dat je het hier en nu brengt. In het hier en nu. Dat je het op voorhand kan belichamen en op voorhand kan voelen en beleven. In energie, in je verbeelding. Dat zijn dus drie grote redenen. Maar we kunnen daar iets aan doen. Ik kan je daarbij helpen. Je bent van harte welkom in mijn masterclass training Drie sleutels voor moedeloze manifestatie. En daar neem ik je mee in het onderuithalen van deze drie blokkades. En zet ik je in een nieuwe flow en dan is het aan jou om er helemaal voor te gaan. Let's go.